Uh, het is weer zondag. Tijd voor update uh, nummer uh, 12. Vorige week zondag heb ik geen update gedaan, want dan was ik op een treinbeurs in, uh, in Ulft. Daar heb ik wel deze mooie platen kunnen kopen. Ik vond dat wel leuk voor, onder, voor de bovenste layout, voor een beetje aan te kleien. En ja, wat heb ik uh, afgelopen? 14 dagen gedaan. Deze week heb ik de knoop doorgehakt voor de bovenopbouw van de helix. Dat laat ik jullie zo zien aan de andere kant. Ik heb de hele week test gereden met de trein over alle sporen heen en over de keerlus. Alles werkt perfect. Uh, nog hier en daar nog uh, wat schoonmaakwerkzaamheden aan de rails moeten doen. Maar dat is ook allemaal opgelost. En toen de treinen allemaal goed liepen, daar heb ik maar, uh, ja, zeg maar de knoop doorgehaakt. En dan ben ik begonnen met de uh, opbouw bovenop de helix. Daar zit ik alleen nog met uh, één probleem. Uh, ja, wat ga ik doen? Uh, ja. Ga ik daar een uh, boerderij op maken, of ga ik daar een mijn bovenop maken? Ik heb, uh, ja... Ik kan erin staan in de Helix. Ik heb nog ruimte zat onder de Helix met die plaat erop. Ik heb er een gat in gemaakt dat, uh, dat je eventueel nog er bovenuit kunt kijken. Ik kan eventueel nog daar een verhoging maken of een achterkant maken. Dat het uh, eenmaal open is aan de achterkant. Dat, dat alleen uh, ik kan zien wat een achterkant rijdt. Maar als je hier in de kamer staat waar ik nu sta, niet kunt zien. Maar uh, ik ga de camera even draaien en dan uh, neem ik jullie mee wat ik uh, de afgelopen week gedaan heb. Dus kijk maar even met me mee. Zoals jullie kunnen zien, heb ik hier een plaat opgemaakt. Uh, hij is ongeveer dit gedeelte is hier op ooghoogte van mij. Ik wilde eerst die uh, verhoging naar bovenste plateau wilde ik eerst daar maken, maar ik heb hier al vier sporen liggen naast elkaar. En als ik dan hier nog een vijfde spoor naast moest leggen, ja, daar had ik zoiets van, ja, dat is te kort. Want dan moest ik van hier af beginnen, helemaal omhoog gaan. Voor hier naar daar, voor daar uit te kunnen komen. En dat vond ik niet uitzien. Nu kan ik hier nog een dorpje maken of een stadje maken. En dat kan ik hier voorlangs ook doen. Wat heb ik nou gedaan? Ik ben nou hier gaan. Hier heb ik maar. Twee wissels liggen. Dan komt deze wissel van Peekel code 55, die ga ik hier monteren. Nu kan ik de trein dus van hieraf helemaal hiervoor langs, daarheen, daarheen. Naar het bovenste plateau kunnen laten gaan. Ik denk dat dat veel leuker is dan dat ik het daar had gedaan. Ja, euh, ik heb alleen wat aanpassingen moeten doen hiervoor langs. Hier heb ik iets breder moeten maken. Dat moet ik nog fatsoenlijk afwerken. En hier moet ik toch een beetje gaan afwerken. Maar daar zie je straks niks meer van. Ik kan dus uh, nog makkelijk eronderin en hieronderin komen. Zoals jullie kunnen zien heb ik daar een uitsparing gemaakt. Ik kan er dus makkelijk met een krukje onderin staan en ik kan er helemaal doorheen komen. En dan heb ik deze hele plek waar ik iets kan creëren. Ik loop met twee dingen loop ik tegenaan voor kijken wat ik hier wil. Of ik maak hier bovenop iets met een boerderijachtig voor het laaien van paarden, koeien, noem maar op. Dan zou ik dit hier bovenop kunnen maken. Of, even pakken. Of ik zet hier een mijn neer. Met aan de achterkant een berg. Dat dat gat een beetje wegwerkt. En gewoon drie, vier sporen hierheen. Dan wil ik nog eventueel een spoor ervoor laten. Dat ik hier nog een beetje kan ruggeren. Hier aan de voorkant naar de mijn toe. Maar daar ben ik nog niet over uit. Maar als jullie een van die twee uh, plannen leuk vinden, laat het me even in de commentaar weten. Onderin dan wat jullie leuk zouden vinden wat ik doe: of de mijn of een boerderij. Dus ja, laat het even weten. Dan zou het zou leuk zijn. Kijken of uh, we er samen uitkomen. Maar jullie kunnen wel zeggen dat de mijn is leuk of de boerderij is leuk. Maar ten einde beslis ik nog altijd zelf. Maar ik vind het leuk als jullie een klein beetje meedenken wat jullie zouden zijn. Zelf denk ik aan de mijn. Maar mm, dat moet ik even overdenken. Dit moet ik nog een stukje laten doorlopen. Hier komt nog een stuk plaat bij. Dat dat spoor ook eindelijk tronderen verdwijnt. Maar dat is uh, geen site zo ben ik bijna weer aan het eind van uh, update nummer 12. Het is maar een kleine update en uh, ja, ik ga dus deze week uh, dit afwerken, dit afwerken. En hier ga ik gipsverband op aanbrengen. Ja, en dan moet ik nog even kijken wat we hier doen. Ik denk dat ik hier wat doe printen, een brug of zo. Wat hier overheen gaat, die twee kurven. Want hier lopen twee sporen onderdoor, en daar lopen twee sporen onderdoor. Of ik maak dat, laat het doorlopen en ik maak gewoon landschap, en dan gewoon hier uh, een tunnel in maak. Dat dat gewoon, ja, gewoon in het landschap wegblendt. Uh, ja, je kunt nog een klein beetje zien wat er onderin is. Maar ja, ik draai dadelijk even de camera, dan kunnen jullie zien op mijn hoogte van hoe hoog dat eindelijk is. Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje wat ik gedaan heb. Um, ik heb, oh ja, ik ben nog bezig met dit schoonmaken. Het loopt al redelijk goed, maar nog niet 100%. Ik ben dus aan het testen met de wagonnetjes. Ze moeten dus mooi lopen. Ik, ben, ik heb het schoongemaakt tot hier. En, ja. Het rolt goed, maar hier en daar voel ik aan de wagon nog dat er een steentje ligt. De weg is ook zo redelijk als goed op de aankleding naar. En ik vind het wel leuk. Uh, ja, ik heb nou wel eerder foto's op Instagram, op TikTok, op Facebook gezet, maar nu niemand heeft me daar commentaar op gegeven. Maar uh, Bigfoot uh, is ook al uh, gearriveerd. En ik probeer een beetje in te zoomen. Daar is mijn grote kleine vriend. Ik vond het wel grappig daar. Het valt niet op, maar ik vind het leuk om neer te zetten, vooral als mensen komen kijken en je zegt van zoek de Bigfoot. Ja, als je niet weet waarom je moet kijken, ja, je zoekt je rot hier. Maar ik laat jullie even nog zien hoe de hoogte van dit is met mij. Dus ik ga de camera weer even draaien. Zoals jullie kunnen zien, dit is eigenlijk bijna op mijn ooghoogte. Dus ik kan er onderin makkelijk gaan staan. Ruim staan, ik kan ook door het gat. Maar als ik onder, onder op mijn kruk sta, kan ik dus ook makkelijk uh, iets hoger komen. Dus ik kan er makkelijk aan werken. En heb ik, ik ben niet de kleinste jongen, ik ben 1,84. En ja, het lukt aardig daarin. Ik heb ruimte zat voor in de helix te staan, te bewegen met gereedschap. Dus zoals dus ja, je kunt zien. Dit is ongeveer de hoogte ik ben 184, dus kun je indenken hoe hoog de helix is. Ja, dit was het zo weer. En uh, ik hoop dat jullie genoten hebben van uh, deze update nummer 12. Vind je het leuk, uh, Zet het belletje aan. En uh, ja, misschien zien we ons uh, volgende week zondag weer voor update nummer 13. Ik zou zeggen groetjes en. Uh, Solatos, hoy.